deze week tijdens de bespreking van de begroting voor volgend jaar is een hele poos gegaan over fietsinfrastructuur. Heeft N-VA, minister voor mobiliteit en beleid, gezegd, ja, de investeringen zijn ook nog nooit zo hoog geweest. 110 miljoen euro dit jaar, 120 miljoen volgend jaar. Je kan dan toch moeilijk blijven volhouden dat er niks gebeurt. Ja, maar je ziet het niet op straat en blijkbaar ook niet echt in de rekeningen, want het Rekenhof heeft vorig jaar nog gezegd, ja, maar waar is dat? Het Rekenhof heeft gezegd, als we aan dit tempo investeren, dan duurt het tot 2050, ja, omdat boven lokaal fietsnetwerk. Omdat ze die 100 miljoen ook niet vinden. Ze vinden het bedrag niet. Dus het is een klein beetje fake communicatie. Bent u niet aan het zeggen, dit staat in de begroting, maar het wordt niet uitgegeven? Het staat ergens in de begroting en het wordt niet uitgegeven. En het is zelfs niet duidelijk hoe dat het allemaal samengesteld is. En dus je kunt gij ieder kruispunt in de begroting steken voor fietsbeleid, omdat er wel een fiets zal passeren op dat kruispunt ook. Ja, dus en dus wat mijn basiskritiek is, dat men vooral zorgt voor een doorstroming, en als het even kan veilig, maar dan in eerste instantie voor de auto. En dus letterlijk heeft men strookjes weggehaald, met name de gekleurde stroken, heeft men op de ronde punten weggehaald, letterlijk weggehaald, omdat de fietsers zich te veilig zouden vinden en dat de doorstroming van de auto's te traag was.